toe. Hallo. Het is inmiddels alweer dinsdag. En ik heb niet meer gevlogd, want ja, ik heb ook niet echt meer iets gedaan. We gaan zo lekker uit eten op het terrasje. Het is, de zon schijnt op zich wel. Dus dat is wel lekker. En als het goed is gaan we paella eten. Dus daar heb ik zin in. En ook klaargemaakt, mijn make-up, maar ik moet me nog omkleden. Alleen, ik weet echt niet wat ik aan moet in dit weer. Het is gewoon 17 graden. Ik denk dat het gewoon een lange broek wordt en een jasje. Oh ja, en ik zat erover na te denken om dan weer te blijven hier. Ik wil niet terug. Ik weet ook niet wat ik in Nederland moet doen, want anders is het daar dicht en zo. En het is kut weer en ja. Dus ik dacht, ik kreeg gisteravond, gisternacht ineens een idee in mijn hoofd om dus langer te blijven. En dan gewoon in een andere stad, want ik kan niet in dit huis blijven. Maar dan blijf ik denk ik 2 weken of zo langer, of 1,5 week. Maar dat laat ik nog wel weten als ik heb geboekt en als het zeker is. Maar ja, we gaan dus zo uit eten, dus ik neem jullie lekker mee. We zijn ready. Dit is wat ik aan heb uiteindelijk. Toch maar lang kleding gedaan. Dus wij gaan nu naar het terrasje toe. Nou, lekker leuk. Nou, we zijn nu in La Mata. La Mata, de boulevard. Kijk hoe leeg. We zijn niet echt aan het murderen. Dit is het slagveld. Maar het was wel lekker, toch? Het is inmiddels alweer 6 uur. Dus dat betekent dat de terrassen dicht gaan. Dus dat we weg moeten. Ik bleef 2 weken langer in Spanje. Ik heb nu mijn vlucht gewijzigd naar 7 mei. En ik zou eigenlijk 23 april teruggaan. Dus het is 2 weken langer. En dat wijzigen kostte 16 euro bij Ryanair. En ik heb net een Airbnb geboekt ook. Maar nog wachten op bevestiging. En ik ben weer alleen op pad. Christy heeft vandaag tentamen, dus ik moet studeren. Nee, ja, zodat zij zich kan focussen op tentamen. Maar het is lekker weer vandaag, eindelijk weer. Een paar dagen regen, maar nu schijnt de zon weer. Het is heerlijk. Ik ben nu bij het strand. En ik ga allemaal van die buitjes af. Ik ben benieuwd wat ik ga tegenkomen. Maar het is in ieder geval echt heerlijk weer. Echt mijn favoriete gerecht hier. Gewoon brood met tomaat. Geprutte tomaat. We hadden het laatst geprobeerd om zelf te maken, maar het was niet zoals dit geworden. Maar het is echt lekker, maar het is zo simpel. Stop. Ik zit nu op een terrasje met uitzicht op zee en het is echt heerlijk
gewoon zo rustgevend of zo, die zee. Echt top. En ik ben lekker aan het ontbijten om 12 uur. Ja. Maar ik ben lekker aan het genieten. Ik loop nu helemaal zo langs de zee. Zo'n pad. Ik weet niet waar naartoe gaat. Ik denk daar ook een spaaitje. Dus ik ben heel benieuwd. Dit pad is echt eindeloos. Maar het is echt mooi hier zo met de kustlijn. En dan in de verte zie je zo die skyline, hoe noem je dat? De kustlijn. Het is toch heerlijk als je hier woont en gewoon elke dag zo kan lopen. Maar ja, echt, ik ben aan het genieten, mensen. En die zon ook. Dus ja. Ik heb net 5 kilometer gelopen. Ik ben eindelijk weer bij mijn auto. En het is nu 3 uur bijna. Ik ga nu nog even naar andere stranden. Denk ik. Ieder tentamen duurt tot 4, maar. Nou, misschien is het eerlijk klaar, maar dan wil ik rond die tijd thuis zijn. En dan gaan we daarna gewoon lekker drankjes doen. Om te vieren dat ze klaar is met de tentamen. Dus ja, ik ga nu weer even rijden. Ik ben nu bij Punta Prima Beach. Oh, joh. Nou ja, een beach kan je het niet echt noemen, want het is niet echt een zandstrand of zo. Maar ik ben net geappt door Christy dat het klaar is. Dus ik ga nu weer richting huis. We gaan los. Zo. Nou, we gaan helemaal los. Kijk eens de zalm. Lekker. Hallo allemaal. Vandaag gaan we sushi eten. En Chris neemt na de vlog van mij over. Inmiddels alweer zondag. Zondag al. Ja, tijd vliegt. We zijn hier al 3 weken. En vandaag gaan we lekker sushi eten. Eindelijk. Dus wij gaan nu naar het restaurant. La Fusion heet het. Wauw. Oh my god. Kijk, deze vlog. We zijn er bijna. Nou, we zijn klaar met eten. Het was lekker. Ja. We zitten trouwens bij La Fusion. Zo heet het. La Fusion. We zitten bij La Mata. Er kwam even iets tussendoor. Maar het was lekker. Nou, we zijn hier een hele fotoshoot aan het houden. Het gaat niet heel goed. Nou ja, het zit wel bij toch. Wel tussen. Lekker golden hour. Christy. Ja, is een hele goede fotograaf. You know. Het is in te huren. Ja. 100 euro per uur. Zwaar! Ja. Ja.
lift beland. Dat zag ik op de kaart, stond mooi uit. Dus we reden erin. En daar is de sunset. Wat pretty. Er zitten allemaal mensen hier te vissen. Maar je kan ook helemaal daarheen. Dus dat. We hadden nog niet genoeg gegeten natuurlijk. We reden langs en we dachten, daar gaan we heen. En we zijn niet de enige die dat dachten. Het is helemaal druk. We gaan even wat eten. Don't drive and vlog. Don't try this at home. So, we zijn weer thuis. Ik weet niet of jullie me horen door deze muziek. Maar wij gaan lekker serie kijken. En chillen. Hallo allemaal. Het is vandaag woensdag en wij gaan zo de deur uit. We gaan vandaag een beetje toeren langs de kust. Waar we belanden. Vandaag ook op zich best wel warm, het is 19 graden. En dat is voor hier wel warm. Heel chill. En we zijn nu in Guatemala. Boulevard, hier is de zee. Dit is het begin van onze roadtrip. Alleen, ik ben hier al geweest. Ja, ze is hier al geweest. Ah, ik dacht dat ik een startpunt heb. Hier. Oh. En daar is de zon. Is dat van die Spaan? Nou, hier zie je dus de zoutbergen. Zo fucking groot. Oh, fuck, is zout weer en die is roze. En ja, daar halen ze zout uit. En dan maken ze berg van. En dat zout komt van die berg vandaan, volgens mij. En daar kan je een rondleiding van doen en zo. Dat wou ik zelf misschien gaan doen, maar ik zei. Nou, ik wil er mee gaan, oké. Oh ja. We doen niet aan tours. Nee, we hebben een echte reiziger hier. En ja. Dat hebben we dus nu ook weer gezien. En dat weet ik. Oh. Maar. We zijn in Santa Pola. En we zijn niet helemaal gekleed voor dit weer. Vooral ik niet. Want het regent, het is heel warm. Mensen hebben trui windjes aan. Wij hebben blote benen. Maar we gaan nu op zoek naar eten. Want we hebben honger. Lekker. Nou, we hebben tom. Met tinten. Wat else? Huh? Net gegeten bij La Son. Wat lekker vis. Dat was lekker. Ja, top. Heerlijk. En nu. Dat is de planning. Even lekker genieten van het lekkere weer. In onze zomerse oudjes. Wat voor weer wordt het morgen? Regen. Ja, volgens mij wordt het niet zo best morgen. Nou, ik heb niet meer gevlogd, maar we zijn. Oh, ik heb één oorbel in. We zijn al een tijdje thuis. Christy is gaan sporten, maar ik had echt geen zin erin. Ik was echt te moe. We gingen na dat eten. Daar gingen we eigenlijk alweer weg, want het was best wel koud. Allebei korte dingen aan. Dus het was een beetje koud. Dus gingen we gewoon naar huis. En ik zit nu mijn vlog te editen. Christy is sporten. En we gaan straks gaan we ook inpakken. Morgen gaan we de hele dag weer naar Alicante. Om het af te sluiten. Vrijdag heel vroeg moeten we weg.
Want Christy de vlucht gaat om 7 uur 's ochtends. We moeten eerst die auto inleveren en dan brengt die vrouw ons naar het vliegveld. En dat, om 4:15 zo moeten we dus bij die vrouw zijn. Echt heel raar. Daarna ga ik dus verder reizen. Ik ga dus naar Benidorm. Maar als het goed is moet ik echt heel lang wachten op het vliegveld. Ik ga niet met het vliegtuig trouwens. Maar ja, ik denk dat ik echt iets van 5 uur daar moet gaan wachten. Als het dus zo vroeg is en er nog niks rijdt. Dus dat wordt leuk. Maar ik heb er wel heel veel zin in om nog even langer te blijven. En dan gaan we hier alweer weg. Het is echt snel gegaan, vind ik. 4 weken. Nou, we gaan het inpakken. Al deze zooi. Zooi. Al die kleren. En gelukkig hoef ik me nog niet aan die kilo, 20 kilo te houden, want dat ga ik sowieso niet redden. Want de hele weg was het al 24. En ik heb nu allemaal dingen erbij gekocht. Dus ja, ik denk wel dat het past, want die koffer is best groot. Alleen dat gewicht is nog wel een dingetje op de terugweg. Maar goed, we gaan nu inpakken. Ik ben zo goed als klaar. Dat moet er nog bij. Dat ook. En dit is mijn handbagage. En we hebben vandaag dus even snel zo'n tas gekocht. Voor, ja. Dit hadden we vandaag even als handbagage tas gekocht. Want we hebben allebei... Ja, sorry, mijn hoofd ziet er even niet uit. Maar we hebben allebei ook recht op een... handbagage, gewoon een tas. Ik heb nu wel 1 klein koffertje. Maar ik heb geen tas meegenomen. Alleen handtas. Dus die hebben we even gekocht. Dus daar kan ik eventueel ook nog dingen in doen. Vooral als ik ga vliegen. Ik weet echt niet hoe ik dat ga doen. Want dat is nooit 20 kilo. Dus dat wordt leuk. Nee. Oh, wat erg. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Onze laatste dag hier in het huis. En we gaan vandaag naar Alicante. De vakantie afsluiten. En ik heb dit aan. Met deze slippers. Maar het is een beetje grauwig buiten. Dus stond ook dat het zou regenen. Maar goed, wij gaan zo dus naar Alicante. En ik neem jullie mee. We zijn aangekomen in Alicante. En de zon schijnt. Net regende het fucking hard. Toen we in de auto zaten, maar nu is het gelukkig droog. En Feels good to be back. Zit ze even bij een tentje. Milucia. Kijk deze prijzen. 1 euro voor tostada de tomaten. Een koffie. Zijn er veel mensen? Really? Ja, een lekker onze favoriet. Leuk hier en ik mag niet veel. Hier, ga erin. Kom bukken. Knietjes. Zo, maak hier maar een screenshot van. Oh, nu even zo nog. Lachen.
Leuk voor Nadine. Ja, tuurlijk. Leuk uit, kijk al die plantjes. Dus, we gaan lekker pasta eten. Ik heb truffelpasta. Dit is de laatste avondmaal met Christy Alkemalen. Ja, daar ga ik. Ja, daar gaat ze. Ze gaat zo. Nou, jij voor Christy. Bon appétit! Lekker truffelpasta en jij hebt nog een burrata. Nee, hoe heet dat nou? Vult. Oh, ravioli. Ja, ravioli. Met burrata. Het ruikt zo lekker! We hebben dus daar ijs gehaald. En het is dus de derde beste ijszak van heel Spanje. Ik dacht, je hebt zalf. Ik heb mango. Zo, we hebben net lekker gegeten bij La Boca. Ik had truffelpasta. Dat was lekker. En dan hebben we ijsje gegeten. Ik heb mijn camera laten vallen. En hij viel. Ik had zeg maar. Hier zat zo'n draadje aan. En die brak af. Die is hier trouwens. Die is afgebroken, maar hij gaat nu niet meer aan. Of uit. Want dit ding klapt niet meer in. Die lens. Dat is heel kut. En nu weet ik niet hoe ik dit kan maken. Maar ja, that just happened. Ik ga wel even kijken of ik ergens. Stampje. Winkeltje, telefoonwinkel. Dus ik hoop het. Maar anders wordt het weer mijn telefoon vloggen. Echt kut. Maar je dacht je maar dan? Hier kan je dus een coronatest doen. Het heet IMED. Ik zet het even hieronder. Christy is nu een test aan het doen. En I'm waiting. Ik wilde echt naar de Mediamarkt gaan. Voor die camera. En er stond dat er in de buurt zat. Maar dat was nog 20 minuten rijden. En dat zou ik niet redden. Want dan zou die al dicht zijn. Dus dat is kut. Dus ik ga. Ja, als ik een volgende bestemming ben. Ga even kijken of daar ergens in de buurt iets is. Maar ja, ik ben echt moe trouwens. Ik kan zo in slaap vallen. Maar we moeten straks nog even. Laatste dingen inpakken en het huis een beetje opruimen en zo. En dan morgen heel vroeg weg. Ik weet nog steeds niet hoe ik dat ga doen. Met de bus of wat. Of dit. Ja, goed verhaal dit. Ik ben echt moe zo. En nog een probleem. Nou, ik weet nog niet of het een probleem is. Maar als ik zeg maar mijn vlogbeelden wil importeren van mijn camera. Ik weet niet of die dat nog gaat doen. Naar mijn laptop zeg maar. Anders heb ik zo'n dingetje nodig. Zo'n laser nodig voor die SD-kaart. Die heb ik ook niet, dus die moet ik dan kopen. Zodat ik in ieder geval die vlogbeelden kan importeren naar mijn laptop. Dan kan ik dat wel doen. Dan kan ik mijn vlogs gewoon editen. Dus ik heb heel veel beeldmateriaal. Maar goed, ik laat dat weten aan jullie. Nou, het past net. Dit weegt nooit 20 kilo. Maar het zit erin. Het zit erin! Goedemorgen. Het is vrijdag. En ik ben op het vliegveld van Alicante. Ja, ik heb net afscheid genomen van Christine. Zij gaat nu dus naar Nederland.
En ik ga hier dus nog 2 weken verblijven. Wel op een andere plek. Dus ik ga bij deze vlog afsluiten. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Doe een blauw duimpje als je het leuk vindt en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende vlog.